Welkom bij het Unity TV Nieuws zomereditie van maandag 4 augustus. De Vliet in Leiden kan tot nog toe spreken van een goed zwembadseizoen. Ja, we hebben dankzij het weer hebben we een leuk seizoen, een goed seizoen. Het is druk, we hebben mooie warme dagen. En die worden afgewisseld, zoals je weet, met de regenachtige dagen. Maar dat is goed voor ons, zodat wij ook weer even orde op zaken kunnen stellen. Wat betreft het opruimen en de prullenbakken legen. En tot nu toe gaat het hartstikke goed. En op een drukke dag, hoeveel mensen heb je hier dan? Dan bereiken we wel 4.500 mensen. En dat hebben we dit jaar ook al bereikt. Afgelopen zaterdag werden er extra activiteiten georganiseerd in het zwembad. We zijn de 50ste verjaardag van Zwembad de Vliet aan het vieren. En dat doen we door verschillende evenementen te houden voor de kinderen. We hebben vandaag het waterskiën en een wekelijkse glijbaanrace. Daarin kun je zo snel mogelijk van de glijbaan naar beneden. En dan kun je leuke prijzen winnen. 15.85, Leo. Tot nu toe de eerste tijd. Ja, het verrassend, ja, ja. Had je het niet verwacht? Nee, had ik niet gedacht. Nee, nee. Heb je een speciale techniek? Je moet wel zoveel mogelijk op je schouderbladen en hielen. Dan gaat het snelste, dus dat wel, ja. Had je van tevoren bedacht hoe je zo hard mogelijk naar beneden kon? Nee. Wat is je tactiek dan? Nee, ik heb geen tactiek. Op mijn rug. En dat ging lekker snel? Ja. Ga je nog een keer? Nee. Elke zaterdag kun je meedoen aan de glijbaanwedstrijd. De heeft een tijd van 9 seconden 3. Is er een speciale tactiek? Nee, gewoon normaal, gewoon glijden. Het waterskiën in het zwembad kon alleen afgelopen zaterdag. En was voor jong en oud een mooi moment om eens te kunnen oefenen. Best wel eng. Ja? Ja, het is heel erg eng, want je kan gewoon omvallen. Ging het ook snel? Ja, heel snel. Ik kon gewoon bijna je evenwicht niet meer houden. Ja, eigenlijk in het begin vond ik het best wel spannend. Maar daarna ben ik 4 keer nu geweest en het was superleuk. Ging het steeds beter? Ja. De hele zomer organiseert het zwembad feestelijke activiteiten om haar verjaardag te vieren. Op zondag 31 augustus wordt het seizoen afgesloten met het NK-bommetje. En dan het weer. Vandaag scheen de zon volop met een comfortabele 22 graden en een matig briesje. Vannacht is het licht bewolkt en ligt de maxima rond de 12 graden. Morgen verandert er niet veel, de zon is weer van de partij en de maxima zal rond de 23 graden liggen. De rest van de week is het bewolkt met op woensdag grote kans op een bui. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdagmiddag om 5 uur melden wij ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website. www.unity.nu. Ik wens je nog een fijne dag.